Hartelijk welkom maandag 28 juni in het jaar 2010. Nederland is door naar de kwartfinales op het WK. We zitten hier in het Kurhaus in Den Haag, Scheveningen. De mussen vallen van het dak, maar we gaan zeker een uur praten op dit moment al over het Nederlands zelf. We doen het vandaag met René van der Gijp, Johan Derksen, Wouter Bos en Hans van Breukelen. Een man die weet hoe het is om prijzen te winnen. Ik zie je zonder muts trouwens, Hans. Wat is dit? Nou, daar had ik wel op gerekend, joh. Oh. Kijk, ik heb jullie programma gisteravond natuurlijk zitten bekijken. En toen dacht ik, nou, ik ga het toch proberen om nog een muts te krijgen. Want er zijn er 150.000 gewoon weg. Ja, het is een succes, hè? Zo'n ontzettend succes is geworden. Dus ik heb er alles aan gedaan. En verwachtte jij, joh. Ik kan niemand mee lopen. Nee, maar dat kan. Maar doen die mensen die dingen dan 's nachts op of zo? Grijp. Als ze naar bed gaan? Grijp. Heb je dit? Ik weet dat jouw vibrator op je hoofd beter staat. Nee. Maar dat staat verlost natuurlijk. Vanmiddag hebben wij zitten één gezien, hè? We hebben er één gezien. Maar daar is het misschien wat te warm voor. Maar ik heb in ieder geval getracht om er nog één mee te nemen voor vandaag. Ja. Maar toen dacht ik van, aan wie moet ik hem nou geven? Ik bedoel, Johan past hem niet. Denk je niet? Nee, hij is een big-headed, dat weten we allemaal. Nou, jouw haar... Nou, Hans heeft het voorbereid, liever, hoor. Hey, jij zit liever met zo'n klap dingetje. Dus Wouter, misschien is het goed. Wouter mag hem wel hebben. Hij mag hem wel hebben. Voor even je kinderen. Maar hij past jou wel gewoon normaal gesproken dan, of niet? Want je hebt ook een vrij groot hoofd. Wil je dat even zien dan? Nee joh, ben je gek. Daar staan er foto's genoeg van. Zover gaat het dan niet. Trouwens, voor alle duidelijkheid, Wouter Bos, je deed ooit... Maar ik las in een interview, Hans, dat je geweldig je zakken gevuld hebt aan deze campagne. Ik vind dat altijd leuk, hè? Ik vind dat altijd prachtig dat het jouw thema is, over geld. Terwijl je zelf ook ieder jaar met een miljoentje aan de gang gaat. Voor wat snavels en wat lul. Dus wat dat betreft zitten we dan op dezelfde golflengte. Maar jij kent de tarieven bij de publieke omroep niet, hoor ik. Nee, ik ben nou bij RTL, toch? Je zit toch bij RTL? Ja, dat is toch de publieke omroep? Nee, een commerciële omroep is dat. Hè? Dat zijn commerciële, zijn dat. Ik wist niet dat je al zo... Nee, de commerciële, sorry. Nee, maar daar moeten we met heel weinig geld heel creatief zijn, Hans. Je gaat sowieso toch niet, als je tegen Slowakije wint, ga je toch niet staan juichen? Of nee. Dat is toch de normaalste zaak van de wereld? Je mag toch wel een beetje blij zijn? Dadelijk tegen Brazilië vind ik dat wat anders. Ja, Gijp, maar waarom bagatelliseer jij altijd zaken? Als zijnde van, het is toch een makkie. Gisteren hoor ik je zeggen, het moet toch 6-7-0 worden tegen Slowaken. Nee, dan moet je even terugdraaien. Nee, jij weet niet precies wat je gezegd hebt. Nee, ik heb gezegd, waarom zou je bij 2-0 je eigen drukken maken als nodig is? Ik bedoel, laat die mensen lekker proberen dan wat te voorzien. Zijn dit momenten waar je het dan weer eens met elkaar over moet hebben. Ja. Want het is misschien wel prettig dat die Van Persie een beetje strijd zoekt met die trainer. Maar ik zag jullie toch blijer zijn in 88. Je kan met deze wedstrijd... Of dat die trainer strijd zoekt met Van Persie. Dat kan ook. Ja. Met deze wedstrijd kan je niks. Ja, nee, hier zijn weer wat mensen wakker door. Wellicht. Ja. Maar mag ik nog heel even over die romantiek? Ja? Over die romantiek. Jouw ex-vriend Johan Cruijff, hè? Die heeft ooit eens een keer... Dat was heeft ooit eens een keer na dat WK in 74, die verloren WK gezegd. Maar de hele wereld weet dat wij mooie voetbal speelden. Maar neem van mij aan dat de hele wereld alleen weet dat Duitsland in 74 wereldkampioen geworden is. Hoor. En wij geloven nog steeds dat het om het mooie voetbal gaat. Kap me nou mee. Nee, je hebt niet helemaal gelijk, vind ik. Duitsland natuurlijk is wereldkampioen. Dat het je niet je ex-vriend is. Nee, maar daar gaat het ook niet om. Oh, sorry. Ik vind, we hebben het over de grootste voetballer die Nederland ooit gehad heeft. Ik vind wel dat Van Hanegem en Cruijff met dat elftal toen Nederland op de wereldkaart gezet hebben. Eens. Het totaal voetbal. Ik denk dat de hele wereld de sympathie kreeg voor Nederland. En het ook jammer vond dat Duitsland won vanwege het spel wat we speelden. Ja, kom. Dus we hebben Holland Promotion bedreven, maar we zijn met lege handen naar huis gegaan. Ja. Maar waar gaat het dan uiteindelijk om? Nou, Hans, dat is heel duidelijk. Daarom moeten we nou ook niet zeuren. Het loopt toch wel in 9 van de 10 gevallen wel een beetje gelijk op. Nee, maar er is geen ruimte meer voor leuk te voetballen. Dat kan niet meer. Dan ben je weg. Dan ben je naar huis. Ik denk het echt zo erg gesteld. Ja. Zou jij in deze tijd, Gijp, met die ruimte die je vroeger kreeg, nog steeds? Nog steeds zou ik de beste zijn, Hans. Dat vind ik zo leuk, hè? Dat gelijk zelf zo hard over te lachen. Nee, al die mensen die om romantiek vragen en mooi voetbal, die zouden Bert van Marwijk weghonen als hij lekker gaat voetballen en dat hij nu onderweg naar huis was. Precies. Want de hele voetbalwereld bestaat uit opportunistische mensen. Nou, alleen jij niet, hè, zeg je altijd. Maar... Nou, nee, iedereen heeft enig opportunisme in zich. Toch maar wel, je moet ook begrip hebben voor de situatie. En hij haalt het
optimale rendement uit deze vervelende situatie. Ja, hij is zelf de ideale coach voor dit Nederlands elftal. Al dus de voorzitter van de voorzitter. Jij vindt dat je het wel kunt en ik heb mijn twijfels. Ik heb helemaal niet gezegd. Zullen we het hier even bij laten of niet? Mannen, zullen we het hier even bij laten of niet? Nee, maar jij zegt ook dat jij kunt functioneren bij een club als trainer. Dat heb ik niet gezegd. Wat heb je dan verteld in een heel lang verhaal? Doe dat eens. Ja, ik weet wel dat haar nog steeds erg in je oren groeit. Uiteindelijk moet je wel de dingen. Ik geloof niet je interpretatie. Wat ik vertel is dat mijn ambitie nooit geweest is om trainer te worden. Maar dat ik geloof die muts dat je op. Best. Nee, want dan hoort hij helemaal niks meer. Hans, hij hoort alleen zichzelf. Hans, ik geloof niet dat de lengte van mijn haar iets met mijn visie of met mijn mening te maken heeft. Dat vind ik nou goedkoop scoren. Ik zeg ook niet tegen jou, iedereen die scheel is, die loopt op zijn nek. Is dat nou voor opmerking? Ik vind het gewoon ongepast. Ja, maar kijk, ja, Johan, Nee, maar weet je wat ik nou zo leuk vind? Weet je? Kijk, dat is nou precies de reden waarom ik hier naartoe gekomen ben. Ik bedoel, zij vertegenwoordigen voor mij het meest... Maar gewoon het meest... absoluut het meest leuke programma wat ik ooit als jongetje en wat later heb mogen zien. Dat is de Muppet Show met de twee mannetjes op het Waldorf en Stedtler. Ja. En nou weet ik niet wie jij bent met die poppensnor. Maar, want zo makkelijk is het natuurlijk ook. Nee, maar precies. Iemands uiterlijk heeft niets te maken met iemands visie. Dus daarom begrijp ik die link niet. Dat klopt. Kijk, dat jij er als een doospastoor uitziet. Ben je rustig een goede voetbaltrainer zijn. Hoe komt het nou, hè, als jij dat tegen mij zegt, dat ik het als een geuzennaam ervaar? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat iedereen mag iets ervaren zoals hij het wil. Nou, dankjewel. Maar ik ook, want ik vind dat ik geen ander mens ben, of een andere journalist, of een andere analist, met mijn haar kort of lang. Nee, daar heb je gelijk in. Maar dus daarom vond ik dat echt onzin. Dat je wel beter kunt luisteren, volgens mij. Zullen we even uitgaan, jongens, of niet? Wouter, gaat het ook zo in de kamer, of is het extreem wat hier gebeurt? Nee, Het doet allerlei hele kwade herinneringen op. Jij bent helemaal teruggeworpen nu. Maar het is ook wel een beetje amusant. Maar volgens mij zijn we er wel klaar mee. Het is ook een amusement. Volgens mij ook inderdaad. Trouwens, Johan, hij heeft wel 73 interlands en Europa Cup 1 en helemaal niet. Jij speelt mij aan. Zal ik dan als volstrekt in die Hans was een Hans was een uitstekende keeper. Ja. Die is 10 jaar de beste keeper van Nederland geweest. Ja. Maar de beste trainers die Nederland heeft gehad, heb ik meerdere malen geschreven dat jij gewoon de beste keeper was. Een gemaakte keeper, geen natuurtalent, hard voor moeten werken, niks mis mee. Je hebt zeer terecht een hele lange periode in dat Nederlands elftal gekiept. Als je uitkijkt, ga ik nog van jou. Dat is het laatste waar ik op uit ben, Hans. Jij wilde nog iets zeggen, Wouter, volgens mij. Mij valt op dat de allerbeste trainers die Nederland op dit moment heeft, zijn jongens als Hiddink en Van Gaal en niet bij wijze van spreken Van Basten, Rijkaard, Koeman. Het zijn dus nooit de individuele voetballers die absoluut top waren. Het zijn juist wel goede voetballers, maar zeg maar de bovenkant van de middelmaat, hele goede teamspelers. Het zijn ook die jongens met een goede opleiding, die al wat les gegeven hebben. Maar dat zijn dus ook niet jongens die die vijf passeerbewegingen leren aan de linksbuiten. Het zijn wel jongens die spelinzicht hebben, die weten hoe je een team creëert, die weten hoe je die jongens psychologisch een beetje goed voorbereidt. En dat bepaalt volgens mij echt of je een goede trainer bent. En ik denk dat zelfs keepers dat kunnen. Nee, ik denk niet dat keepers... Maar ik wil eigenlijk de discussie afsluiten. Ik ook inderdaad, En we moeten bedenken dat we straks... Maar hij heeft wel gelijk, dat moet ik zeggen. Ja, maar je het zijn de mensen die of het CIO's of de ALO gedaan hebben... en dat gecombineerd hebben, die opleiding, met hun voetbalervaringen. Ja, maar ook een dienstbare voetbalervaring, hè? Jazeker. Grote sterspelers, die denken ook... die hebben het van onze lieve Heer gekregen... en die hebben ook niet het geduld om een ander iets bij te brengen. Die ging altijd vanzelf. Van Basten nam maar aan dat die speler het beheerste. Het is fijn als jij zo lang aan het woord bent. Dan heb ik het gevoel dat jij eens een keer zit te verdedigen. Kijk, deze dame is misschien wat voor jou. Je hebt te lang op de vuvuzela geblazen. Je hebt een probleem. Je heeft de hele tijd op de vuvuzela zitten blazen. En je hebt een bovenlip die op... Gezwollen oberliepen. Ja. Vanwege de vuvuzela. Je moet je voorstellen, daar komen die mannen natuurlijk daar in dat land in Afrika allemaal die grote lippen. Over Johan. Ja. Lees voor. Komt ie aan. Johan Derksen is een druk. Ja. Het komt erop neer, zegt deze man, dat... Nee, geef mij Johan Derksen maar. Ik ben verslaafd geraakt. En verkeer erover in een permanente staat van verbijstering. Deze man is zo verslaafd van Johan geraakt. Je raakt straks in paniek als het er niet meer is. Kun je dat voorstellen? Zo zei hij voor de wedstrijd Nederland-Kameroen. Van Marwijk heeft met zijn twee assistenten om de tafel gezeten. En daar is een hele goede opstelling uitgekomen. Gené, welke? Derksen? Dat weet ik niet.
Dat zei hij echt, hè? Dat kwam er ook zo uit, zo van, ik ga het nu vertellen. Dat was vol rus. Blijft nu echt zijn moments of fame. Hè? Ik bedoel, ja, 61, maar nu is hij niet meer van de... Nu is het in één keer... Hij is alles voorbij, hè? Er zijn nog eens mensen die denken zo... Is het niet iets van overexposure of iets? Maar dat is van Johan al lang. Die is daar overheen. Ja, dames en heren. Een pikant begin van deze uitzending van Peggy Oranje vanuit het Koerhuis in Den Haag, Scheveningen. U zag hem even bijkomen, omringd door schone dames. Hij is dus ook weer aanwezig bij deze aflevering van maandag 28 juni. Johan Derksen, René van der Grijp, Hans van Breukelen en Wouter Bos. Hoe gaan wij de Brazilianen bestrijden? Of ben je niet echt onder de indruk geraakt vanavond? Jij wel dan. Nou ja, het ging wel heel makkelijk vandaag, hè? Tegen Chili. Grijp? Ja, Chili. Nee, Chili heeft... Was niks, hè? Nee, volgens Cruijff was het de revelatie van het toernooi. Nou, we hebben het gezien. Ja, dat was alleen maar de revelatie van het toernooi, de rest niks was. Maar we hoeven ons totaal geen zorgen te maken, Wilfred. Ze hebben een centrum met Lucio en Juan. Ja. Die moet je gewoon vrijlaten. Gewoon vrijlaten. En dat is wel leuk, dat is totaal on-Braziliaans. Die hanteren gewoon de lange bal, hè? Dus dat is gooien naar Lucio. Die loopt 2 meter, die kijkt, die denkt, nou, kijk hoe ver die kan komen. Ja. En dan gaat hij, hupsakee, over dat middenveld heen. En dat komt omdat dat middenveld is totaal niet dynamisch. Die hebben geen loopvermogen, die kunnen niet loskomen van hun tegenstander. Als de jong maar in de buurt gaan staan, dan gaan ze al die bal niet meer halen bij Lucio. Dus ze moeten wel, ze pompen hem eroverheen. Ja, ze hebben voorin. Die Fabiano is echt een geweldenaar. Ik vind die Rubinho altijd een beetje een soort circusartiest. Maar ik vind Kaká ook een hele goede speler. Dus zolang die bal daar maar niet komt. Maar ja, je houdt niet tegen. Want ze likken hem van 80 meter van achter naar voren toe. Ja, daar moet je een beetje rekening mee houden. En dan komt hij er toch. Ja, dus. En dan kan je in de problemen komen, toch? Nee. Nee. Als hij er komt? Nee, omdat die middenvelders hebben totaal geen aansluiting. Kijk, die Zilene... Die zijn allemaal rond de 1,68, 1,72. En die verliezen zelfs kopduels van Rubinho. En die verliezen kopduels van Fabiano. En dat hebben ze wel. Ze hebben lengte. Ze hebben kracht. Ze zijn... Achterin zijn ze redelijk snel. Niet echt heel snel. Maar het middenveld is echt... Dat is echt van een bedroevend niveau. Wouter Bos, we staan in de halve finale. Dat is lekker, die gedachte nu al. In de halve finale? Ja, we pakken die Brazilianen in. Dus dat is een appeltje-eitje, heb ik net gehoord weer. Nou, ze vielen me in ieder geval vies tegen vanavond. Ja. Het is toch, we hadden het er net over. Elk wereldkampioenschap weer heb je een soort ideaalbeeld. Wat je helemaal romantiseert van hoe prachtig het Braziliaans voetbal is. En eigenlijk valt het elke keer weer tegen. Dat is heel lang geleden. Er is niets meer van over. Maar hoe gaan we ze nou bestrijden? We laten gewoon die twee vrij. Kaká en Fabiano moet je vastzetten. Ja. We laten die twee vrij. En dan? En het middenveld hoef je nog ineens zeg maar, vast te zetten. Maar dan moet je bij in de buurt gaan staan. Omdat als je erbij in de buurt gaat staan, gaan ze de bal al niet meer vragen. Nou ja, Hans, wat je dan krijgt is de lange bal. Nou ja, is de lange bal gevaarlijk? Met Fabiano, met Matthijssen, met Heitinga, met Van der Wiel, met... Zeg het maar. Want het is ook niet zo dat als ze die lange bal verliezen... dat middenveld er zo dicht tegenaan zit dat ze voor de derde bal gaan. Daar gaan ze niet voor. Daarbij, Hans, denk je voor de tweede bal. Al die teams waar Nederland nu tegen gespeeld heeft... die hebben geprobeerd om Nederland het voetballen te beletten. Maar de Brazilianen hebben nog wel de flair en de eigendunk om te denken... wij gaan Nederland overspelen. Op dat moment krijgt een man als Van Persie plotseling voor het eerst in het toernooi... ruimte om acties te maken. Dus ik denk... hoe eerder ze komen, hoe beter. En inderdaad, voorin hebben ze de twee die via een individuele topspelers. Echt gevaarlijk kunnen zijn. Ja. Maar als ze met z'n allen komen en ons onder druk zouden zetten... nou, beter kan niet. Dan slaan we serieus, hè? Ja, ik ben serieus. Jij zegt ik ben serieus. Maar ik hoor jou iedere avond zeggen dat niemand er een pepernoot van kan. En eigenlijk dat het Nederlands elftal iedere wedstrijd met 5-6-0 moet winnen. Spanje. Ja, dat is ook wel de enige dan. Voor de rest kunnen ze er allemaal geen hout van volgens jou. Duitsland. Spanje, zo, Duitsland, twee, Nederland. Al twee, ja. En de rest is niks. Voor de rest is het eigenlijk nou... Ja. Argentinië ook helemaal niks. Ja, maar weet je wat ik nou zo leuk vind? Maar vind je Uruguay goed? Zeg je nou dat wandelt zo... Dat wandelt ook niet. Maar er is voor mij geen ploeg tot nu toe die even makkelijk over een ander heen wandelt. Spanje.
Spanje-Waals. Ja, dat hebben we tegen Zwitserland gezien. Nou ja, kom op. Dat je weet dat één keer in... Als je 100 wedstrijden speelt, dat één keer kan gebeuren, zo'n wedstrijd. Maar ik vind Spanje, ik vind Duitsland echt een heel modern elftal. Maar ik vind dit dus, dat die Brazilianen 3 klassen minder als die Duitsers en die Spanjaarden. Pas in de halve finale gaan wij echt... Tegen wie spelen we dan? Uruguay. Dat is ook niks. Dus, het gaat wel in finale. Dus ik ga morgen naar huis en kom ik volgende week zondag weer terug. Ja, we bellen wel even. Het heeft geen zin. Nee. Ja, maar Hans, je bent toch wel met René en met mij ook eens, hoop ik, dat we echt de ultieme kans hebben nu om wereldkampioen te worden. De omstandigheden zijn eigenlijk ideaal. Ja, maar, je kunt wel eens een keer pech hebben, maar normaal gesproken moeten we niet voor de finale nog tegen de Nederlander hoeven lopen. Weet je, ik heb soms het idee dat jullie denken van dat de rest van de wereld helemaal niks kan en dat wij als Nederlanders zo'n beetje het enige goede hebben dan welk team in Zuid-Afrika dan ook. Hansie, heb jij ooit die Brazilianen met zo'n slecht middenveld in de weer gezien? Nee, dat ben ik wel met je eens, maar dat betekent nog niet dat ze dat wij daar maar zo even van kunnen winnen. Nee, dat zeg ik niet. Felipe Melo is weer terug, hè, vrijdag. Wie? Felipe Melo is weer terug natuurlijk, hè. Oh, dan mag die mensen op de tribune ook wel oppassen. Hè? Nou, ben jij wel met mij eens, Hans, dat het altijd vervelend is als je als keeper niet bij de lat kan? Dat is altijd vervelend. Die Chileen kon niet bij de lat. Die was zo groot. Zag je dat? Hij kon er net niet bij. Nee, hij had hem moeten pakken. Tuurlijk dat jij als ex-keeper hier toch nog dingen kunt leren, hè? Nee, maar die had jij gepakt. Die had Stekelenburg had hem zo, hup. Ja, ik vind, maar dat heb ik vanmiddag al gezegd. Ik vind Grijp een wonderbaarlijke verrijking voor de analytici. Oh, ja. Nee, maar serieus. Lekker plat. We maken het lekker simpel. Maar serieus, jongen. Als ik terugdenk aan jou. Je had het talent voor een absolute topper, ja? Nee, maar shit, nee. Je was een topspeler qua talent. Top. Alleen je had de mentaliteit van een feestneus. Ja, maar topper. Ik bedoel, de absolute top. En dan zit jij constant over mentaliteit te praten. Nee, helemaal. Heb ik het woord mentaliteit al in mijn mond gehad? Nee, daar heb je gelijk in. Nee, maar dat is bij deze gevallen. Nee, maar dat... Nee, maar dat is... Mentaliteit is niet dat die Brazilianen achterin gaan hangen omdat ze het niet kunnen belopen. Ze kunnen het niet belopen. Ze hebben daar niet het vermogen, de dynamiek zit bij hun niet in het middenveld. Dus waarschijnlijk gaan ze tegen hun verdediging aanhangen. Of wat jij zegt, die verdediging gaat zeggen, we gaan een keer op de middenveld spelen en we gaan naar voren. Dat doen ze niet. Nee, dat kan je vergeten. Nou, ijsblokjes uit je voetenbakje? Ja, hij zit met... Ik zit niet met mijn voeten. Oh. Hij zit met die zweetvoet in de bak en dan krijg jij hier glas. Ik zorg wel goed voor ons. Ik zorg gewoon goed voor ons. Lullen jullie maar verder, wij nemen wat te drinken. Maar jij vindt het een beetje... Nee, dat vind ik niet juist. Want... Kijk, het grappige is, ik ben ook wel eens jaloers op hem geweest. Dat hij zo makkelijk kon relativeren. Want dat kon ik, voor mijn gevoel, veel en veel te weinig. Dat heb je ook in een interview deze week aan. Dat is echt zo. Alleen, dat heb ik net al gezegd, als hij de mentaliteit had gehad, dan had hij wel 80, 90. Alleen... Dan had hij minder leuk leven gehad, zeg ik dan altijd. Daar ben ik het niet altijd mee eens. Als Huub Stevens de mentaliteit, of zeg maar het voetballend vermogen van mij had gehad, en ik had de mentaliteit van Huub Stevens, en jij had zeg maar het overzicht van mij, en ik had de vechtersmentaliteit van jou. Ja, maar Hans, dan hadden we allemaal bij Real Madrid gespeeld. Dat had vol geworden daar, hoor. Ja. Dat kan niet. Maar we moeten er een paar ergens anders spelen. Maar weet je wat je ermee aangeeft? Dat is gewoon dat... En dat is eigenlijk een fout die je op dat moment maakt als collega. Kijk, je hebt op een gegeven moment een idee van... wat voor mij het belangrijkste was winnen iedere wedstrijd. Maar het ging en Grijp was gewoon, als je een dag niet gelachen had, had je een dag niet geleefd. Nee, maar als je zoals ik in elkaar zat van... Je wil winnen. En daar heb je een aantal regels voor nodig om dat doel te bereiken. En je hebt daar iemand staan die roept halkidoki. Nee. Dan gebeurt er dus niks. Ja, dan kom je niet tot elkaar. Laat ik het zo zeggen. Ik ging niet op zaterdagavond in mijn auto naar het stadion toe en dacht, god, we gaan lekker verliezen. Dat had ik niet. Ik wilde best wel winnen. Ja, toch? Ja, maar je moest wel lekker voetballen. Ja. En niet ten koste van alles. Maar wat mij minder kon schelen was als ik een keer op de training verloor. Voel ik niet zwaar. Nee. Maar als ik dan toevallig bij hem in de partij zat, dan kon ik hem wel doden. Maar bij jou ging het ver, want ik las het van de week ook weer in de VI. Jij hebt op een punt gestaan toen er bij het polletje een keer misging dat je het Nederlands elftal uit moest. Dat je, als je geen gezin had gehad, had ik misschien wel hele domme dingen gedaan. Nee joh.
Dat had ik je wel vanaf gebracht, hoor, Hans. Ja. Nou, volgens mij had je hem nog een extra zetje. Nee, joh, rot op, man. Nee, echt waar niet. Nee. Nee, maar kijk, dat zeg ik net. Ik was obsessief bezig. Ja. En op het moment dat je er alles voor doet en het lukt niet... en je krijgt ook nog allerlei gezeur en gezeik over je heen. Ook in dat soort blaadjes... Magazines. Als er toen praatprogramma's als deze waren geweest in jouw tijd, dan had je waarschijnlijk... Dat meen ik oprecht. Met dwangbuis gezeten. Ik meen het, dat heb ik toen vanmiddag al gezegd. Ik vind soms dat deze twee prachtige kerels, waar ik vanmiddag... Woldorf en Stedtler van heb gemaakt. Precies, ja. Dat ze soms inderdaad vanuit dat balkonnetje, zo naar dat klootjesvolk, wat voetballers, trainers, bestuursleden en alles wat de voetballerij, dat zij eigenlijk aangeven van wat er moet gebeuren. En dat vind ik knap, want Johan is natuurlijk een jongen geweest. Dat heeft hij ook wel eens eerder aangegeven. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft, maar hij stelt zich wel op als het geweten van de voetballerij. En deze vent, dat is een wereldkerel, maar... De mentaliteit om de echte top te halen en dat maximaal eruit te halen. En dat wordt dus. Ik heb soms zelfs het idee dat jullie het jammer vinden als Nederland wereldkampioen zou worden. Nou, dit jaar. Wij zijn de grote voorvechters voor het oranje gevoel in dit land. Ik heb best een persoonlijke mening over die twee. En die mogen voor mij. Die zijn verliefd, die mogen gelukkig worden. Ik gun ze alle geluk van de wereld. Ik vind wel dat Jolante niet helemaal haar plaats weet. Misschien leert ze dat nog. Dat meisje van Van der Vaart gaat daar wat verstandiger mee om. Nou, dat is het enige wat ik gezegd heb. En dan zijn de mensen altijd boos dat ik vraagtekens zet bij het feit, ja, dat ze voor Wesley kiest. En daar heb ik mijn vraagtekens bij. Maar dat mag toch? Maar het gaat over kritiek en over harde kritiek. Zullen ook, Wouter, heb je dat zelf ook zo ervaren? Als je Hans hoort vertellen dat hij, nou ja, hij zegt letterlijk eigenlijk in het interview, hij zelfmoord overwogen heeft toen hij inderdaad zo diep zat. Kun je dat voorstellen of niet? Zo diep is het bij mij niet gegaan, maar ik denk dat je in de politiek, net als in voetbal, iedereen heeft er een mening over, iedereen zegt er wat over. Elke avond is er wel een show op televisie, bij ons is, ik bedoel, je wordt bij Paul Witteman, word je elke avond voor het gerecht gesleept. Ja. En echt niet door mensen die altijd verstand van zaken hebben. En toch is het gewoon zoals het is, en soms zitten er ook heel waardevolle meningen tussen. En dan moet je, ja, dat vind ik, dat hoort dus ook gewoon bij je vak, dat je daar dan maar mee omgaat. Je slaapt er wel van. Ja, je slaapt er in ieder geval niet van, als je er elke avond tegen gaat verzetten en er verschrikkelijk chagrijnig van wordt. Ja. Dus ik bedoel, relativeer het dan maar. Ja, maar dat is een manier om ermee omgaan, om weer op te pikken wat raanzinnige dingen. Ja, maar ik vind dat heel interessant te zeggen. Deze twee maken natuurlijk veel show en amusement. Ze zijn zelf de eerste om dat toe te geven, geloof ik ook. Ja, Jiske vindt, en ten tweede zeggen ze, moet ik eerlijk zeggen, af en toe ook wel eens wat zinnigs. Dus moet je wel goed opletten. Lekker met z'n tweeën. Ja, jij drinkt geen borrels meer, maar een keer rustig gaan zitten enzovoort. Want inderdaad, dit gaat een beetje te persoonlijk worden allemaal. Maar heel vaak gaat dat niet samen. Nee, nou ja, goed, je moet je mannetje staan. Dat hebben we gedaan vandaag. We zijn door. En nu is het afwachten tegen wie we uitkomen. En er zit een grote kans in dat het Brazilië wordt. Ja, het lult ook maar een beetje uit de nek. Ook, daar word ik ook zo misselijk van. Er komt geen zinnig woord uit. De Slowaken die hebben zich teruggetrokken. En dat is helemaal niet waar. Die mensen voetbalden gewoon mee. Heb jij ze met z'n negenen voor het hok zien hangen in een soort handbaldekking? Heb je dat gezien vandaag? Heb jij zien aanvallen dan? Speelden gewoon helemaal anders. Dat konden ze niet. Maar ze speelden wel gewoon mee. Ze deden wat ze moesten doen. Van hoeveel ruimte kreeg Van Bommel niet iedere keer om gewoon die ballen gewoon daarheen met hetzelfde shirt te spelen, zeg. Die doen nou net of die... Nou, hadden ze het maar gedaan. Met z'n negenen voor het hok hangen. Had ik het wel eens willen zien. Dit is de bondscoach van Duitsland die niet weet dat er inmiddels 180 camera's bij een wedstrijd staan. En ik weet niet of je heel blij wordt van deze beelden. Het is ook niet zo heel smakelijk wat er nu gaat gebeuren, dames en heren. Maar dit is tijdens de wedstrijd. En hij steekt hem ook nog in zijn mond zometeen. Let u op. Ja. Ja, maar hij kan het toch niet dat een mooie truitje afvegen. En dat sjaaltje. Ja, ongelooflijk. Spanje-Portugal. Spanje-Portugal. Leuke wedstrijd. Landjes liggen naast elkaar. Is toch grappig? Kijk, lekker naar vakantie. En die Spanjaarden gaat toch gewoon door, man. Heb jij een voorkeur voor een van beide ploegen, René? Ik zet alles op Spanje, joh. Die hebben we als gast. Toch niet ook iemand met oud zeer, hoop ik. Thijs van der Brink, van de EO. Oh, Thijs. Ja. Ja, we zaten nog aan Bas van de Vries te denken, maar dat leek ons niet zo'n heel goed idee. En Thijs die verwart interrumperen altijd met journalistiek. Thijs stelt een vraag en dan geeft iemand antwoord en dan interrumpeert hij meteen. Want anders is hij bang dat hij geen journalistiek bedrijft.